Uiteindelijk uh, zijn dit uh, pogingen om iets recht te praten... wat echt fundamenteel krom is. En het gaat nog... Kijk, die arbeidsomstandigheden die zijn vreselijk. Maar überhaupt dat je een luchthaven... dat je een soort monster van de Haarlemmermeer hebt... waar de helft van de vluchten, bijna de helft van de vluchten... onder de 800 kilometer is. Dus moet je je voorstellen, de, de helft van de vluchten is eigenlijk overbodig... als we voldoende hadden geïnvesteerd in goede treinverbindingen. Schiphol dan. had te weinig oog voor de werknemers... die de bagage en vracht sjouwen op de luchthaven. Dit erkent Schiphol nu ook zelf. Maar hier ging wel wat getouwtrek aan vooraf. Zo hoorden we gisteren in Nieuwsuur. Ja. Uh, waarom is daar tot nu toe dan toch niks aan gedaan? Deze vraag zou denk ik een hele goede, geschikte vraag zijn aan Schiphol. Ja, en dat is toch echt een zaak tussen de afhandelaar en zijn medewerkers. Nou ja, dat, dat, dat is niet iets waar wij alleen over gaan. Want wij zijn niet de eigenaar van het equipment wat daar staat. De arbeidsomstandigheden is echt ook bij wet vastgelegd. Dat is echt een taak van de werkgever. Directeur Hanne Buijs geeft uiteindelijk toe dat Schiphol daar toch wel een rol in heeft. Ja, de, de focus van Schiphol in het verleden is heel erg geweest op uh, concurrentie en op lage kosten. Ik denk als we terugkijken naar dat verleden... Dat, dat, dat we te weinig oog hebben gehad... voor de arbeidsomstandigheden van medewerkers. Ja, Schiphol erkent dit dus nu. De afgelopen tijd heeft Schiphol meerdere keren excuses aangeboden... of aangegeven dat ze in de toekomst verbeteringen willen doorvoeren. Ik zal er even een paar noemen. Schiphol-topman Dick Benschop zei een paar maanden geleden... sorry tegen reizigers voor de chaos en de wachttijd op de luchthaven. Ook zei Benschop in de Tweede Kamer... dat er in het verleden veel gelet werd op kosten... en het nu tijd is voor kwaliteit. Mark Josten. Waar kijken we naar? Is dit nou een logische strategie van Schiphol om het op deze manier op te stellen? Ja, het is, een, uh, het is een op zich relatief nette strategie. Als je het vergelijkt met uh, andere uh, actiegroepen in Nederland, dan vind ik dat uh, meneer Benschop en, en de zijne nette taal uh, gebruiken. Mm -hmm. dat, dat is al een plus. Maar, en nu komt de hele grote maar, yeah. uh, ja, met, met alleen maar een beetje deemoedig zijn, een beetje tut tut. En daar, daar, daar ga ik niet mee redden. Uiteindelijk. Uh, zijn dit uh, pogingen om iets recht te praten... wat echt fundamenteel krom is. En het gaat nog... Kijk, die arbeidsomstandigheden die zijn vreselijk. Maar überhaupt dat je een luchthaven... dat je een soort monster van de Haarlemmermeer hebt... waar de helft van de vluchten, bijna de helft van de vluchten... onder de 800 kilometer is. Dus moet je je voorstellen, de, de helft van de vluchten is eigenlijk overbodig... als we voldoende hadden geïnvesteerd in goede treinverbindingen. En... Alleen die verandering al. Ja. Boeren moeten in 2030 wat voor elkaar krijgen. Waarom Schiphol niet? Als, als die mensen nou echt wat anders wilden, dan hadden ze daaraan moeten werken. En ja, ja. dan ben je ook van alle transport- en bagagedingen. van al die problemen ben je dan af. Ja, Arjen zou ook kunnen zeggen. Want ik ga wat al aan. Het, het, het kostte wat getouwtrek. In dit, in dit geval. Dit item voor nieuws voor dat ze toegaven van. oh ja, dat hebben we eigenlijk niet goed gedaan. Wat is dat toch? Dat. Als het echt niet meer anders kan, als ze met de rug tegen de muur zeggen, dan zeggen: Oh ja, wacht even, het kan ook allemaal anders. Ja, nou dat is het. De, nou, er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant denk ik inderdaad van ja, nou dat is duidelijk de In dit geval dan bij die bagageafhandelaars wordt door de journalistiek heel duidelijk aangetoond: Nou er is een uh, noodsituatie, alles is mis en uh, Schiphol verschilt zich zo lang mogelijk achter een formele structuur. Mm -hmm. Terwijl natuurlijk. Alles had gewoon bij de aanbestedingen geregeld kunnen worden. Ook hoe die uh, onderaannemers hun mensen moeten behandelen. Dat is verder ja. helemaal niet ingewikkeld. Ja. Ja. En uh, dus zegt Schipper: we gaan er nu iets aan doen. En je denkt, dat is in elk geval. Uh, voor, voor de Bühne is dat noodzakelijk, omdat je anders de, inderdaad helemaal niemand je meer serieus neemt. Maar de vraag is natuurlijk of ze het daadwerkelijk gaan doen. Ja. En dat, nou, dat zullen we de komende, de, de komende jaren moeten zien. Ja. En dat, of het echt geloofwaardig is, ook. Nou ja, of het, uiteindelijk is dit alleen maar het, 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 het statement van de afdeling communicatie. Maar de afdeling communicatie bestuurt schiphol niet. Exact. En, ja. Maar aan de andere kant is het de ben ik, want ik, ik denk als ik dit hoor ook altijd meteen van, nou oh ja, nou ja, de persberichtje niet Als echt. het alleen komt door journalistieke druk, wat gebeurt er dan daarna? Dat is de vraag. Ja. Ja, nou ja, ik denk dat die journalistieke druk een enorme rol speelt. En daarom is het ook vooral pap en nat houden. Maar wat, wat mij dan echt tegenvalt, is gewoon, er zitten echt verstandige mensen rondom Schiphol. Eh, Amsterdam speelt er een grote rol en heeft best een goede burgemeester. Er zitten echt partijen die zouden echt toekomstgericht kunnen nadenken. En die problematiek met, met, het, met, het, met de afhandeling, de arbeidsvoorwaarden, met het personeel. Kijk, die kan je nou wel oplossen. He, uh, en, en je gaat mensen redelijke salarissen betalen. Maar zolang dit, dit gewoon uh, een gewoon overvolle luchthaven in de polder is, die niet duurzaam is, dan, dan blijf je tegen allerlei nieuwe problemen aanlopen. Dus het wordt hier ook, net als in het boerendossier, denk mm -hmm. echt tijd. Uh, en, en daar helpt geen PR-strategie. Lief? Als je niet echt structurele veranderingen gaat doorvoeren. En is daar wat, wat jou betreft dan ook een rol voor de media voor weggelegd? Nou, in ieder geval, om het, om het heel kritisch te volgen, kritische vragen oh, ja. te stellen en ook om. Uh, ja, hele goede vergezichten, hele goede essays. Uh, kijken ook uh, dat, je, dat je met burgerinspraak heel ver komt. Want ik weet zeker dat de omgeving van Schiphol hier ook met, met die hele luchthaven, wat daar gebeurt, niet blij is. Dus hier moet echt waanzinnig veel gebeuren. En dit. Onderdeel met de afhandeling. Dat is maar een klein onderdeel van een heel groot probleem. Ja, tom heb jij gekeken naar die br strategie nou, ik... van Schiphol? Um, ja, en het is natuurlijk een uh, Schiphol is natuurlijk een monster dat we met z'n allen gecreëerd hebben door heel goedkoop te vliegen en uh, dingen nog steeds goedkoper te willen. Um, en in, inderdaad, ja, ik komt er elke keer weer een PR-bureau overheen en die zegt: nee, schuld, schuld erkennen en zeggen dat we het beter gaan doen. Um, ik begreep dat dat Schiphol een van de goedkoopste luchthavens in Europa is. Dus. Als je er iets aan wil doen als schiphol, dan moet je inderdaad uh, beleid en ruggraat tonen en zeggen: oké, okay, maar dan maken we gewoon alles duurder en dan betalen we die mensen beter. En het, als het gaat om bagageafhandeling, als het gaat om fijnstof van die mensen die vliegtuigen binnenhalen, als het gaat om uh, uh, beveiligingen, rijen, noem maar op, dan moeten we die mensen beter betalen en dan worden we een duurdere luchthaven en dan kunnen we misschien ook wat minder vliegen. En uh, daar zal iedereen in Nederland dus gewoon meer voor moeten betalen. Maar ja, dat is altijd het probleem. Um, daar is wel beleid voor nodig en mensen met durf die. Jongens, dat roer gaat om en het zou moeten kunnen. Want de bedoel, de, de, de grootste klant van Schiphol is een KLM. Daar zit nu een NS-top ex-NS-topman, ja. die zou kunnen weten. nou maakt van Schiphol langzaam ook een groot TGV-station. Ja, uh, dan, dan ga je echt Nou ja. En ik kan begrijpen dat Schiphol dat natuurlijk niet op kan lossen dat er meer treinen moeten komen of Schiphol moet zich vooral bezighouden met hun eigen product. Maar um, ja, je zijn het uh, geschiedenis leert. We hebben ja. een premier die historicus is, Die je ja. zou ja, dat misschien moeten zien. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.